Yo allemaal, welkom terug bij een eerste aflevering van Stardew Valley. Een nieuw spel dat ik gekocht heb in de Steam Summer Sale. Ik dacht van, hey, let's give it a shot. We zijn op zoek naar een nieuw spel namelijk. Sorry, ik zet het geluidje iets zachter voor mij. We zijn al een tijdje op zoek naar een nieuw spel. Duidelijk speel ik wat minder Minecraft dan ik eigenlijk wil. En voor het kanaal ook voor jullie. Dus ik dacht van nou, we hebben eigenlijk een soort nieuw avontuurtje nodig. Waar wij met z'n allen lekker op kunnen gaan. De Stardew Valley gaan we uitproberen. Het is een soort farming-achtig iets. Dus laten we gaan kijken. En we gaan het allemaal ontdekken. Het is echt sick. Het is echt leuk. En we gaan kijken hoe ver we komen. Mijn naam is Tim. Gewoon Tim lijkt maar. De farm heet Cap Universe. Mijn favoriete ding is een pannenkoek. Schrijf zo pannenkoek. Is die pannenkoek? Oh mijn god, ik schaam me kapot. Pannenkoek! We gaan voor een hondje of een katje. Ik ben allergisch voor beide, maar sure. Laten we maar mannelijk gaan. Oh, we kunnen skin tone aanpassen. Nou, zoiets, sure. Oké. Okay. Ik probeer iets wat mijn haar hier. Dit is best mooi. Mooie shirtjes. Is er iets oranjes? Dat zou erg fijn zijn. Daar word ik altijd blij van. Cool. En een broekje. Oh. Dikke snor kunnen we doen. Bril, lippenstift. What the fuck? Oké. Okay. Oeh, is dat een zonnebril? Ja, ik vind dat iets overdreven. Ik denk dat dat heel erg uit de stijl is. Dus laat maar gewoon niks doen. Skip intro, ik dacht het even niet. Oh, oogkleur, serieus? Oh, je kunt best wel gedetailleerd nog dingen aanpassen. Laten we maar gewoon mijn eigen kleur doen, hè. Een beetje bruinig is dat. Zo, ja, bruin. Oh. Haar is eigenlijk die kleur wel. Het kan wel ietsje lichter, maar voor de verder is het goed. Mijn broek, nou, nu maar gewoon blauw houden. Lekker saai poppetje. Want het gaat helemaal niet om een poppetje. Het gaat over het avontuur dat ons poppetje gaat meemaken in Stardew Valley. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie ook. Dat is al een hele rare setting. And for my very special grandson. I want you to have the sealed envelope. Is dit op zijn... Hij gaat dood? Serieus? Oh, wat... Dankjewel, opa. Ik denk dat mijn opa is. No, no, don't open it yet. Have patience. Maar opa! Now listen close. Wat doet hij met zijn hand? There will come a day when you feel crushed by the burden of modern life. Ja? And your bright spirit will fade before a growing emptiness. Oftewel, ga niet naar de stad. Ga lekker farmen. When that happens, my boy, you'll be ready for this gift. Oké. Okay. Thanks, opa. Mag dat zwaard ook meenemen? Now let grandpa rest. XX years later. Dus we weten niet. Oh. Work, 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 work. Oh, wat een rare setting is dit. Oh, dit is echt heel apart. Dit had ik niet verwacht. Terminated. Lol. Howdy, folks! Oh, dit is heel raar. Daar zit ik. Met mijn ogen dicht. Uh-oh. Je wordt ontslagen, jongen. Doe je ogen open. Oh. Dik orgasme. Ik ben porno aan het kijken, waarschijnlijk. Yep, zo beginnen we dit. We zijn zo grappig. Wat gaan we... Dear Tim, if you're reading this, you must be in dire need of a change. The same thing happened to me long ago. I'd lost sight of what mattered most in life. Real connections with other people and nature. So I dropped everything and moved to the place I truly belong. I've enclosed the deed to that place, my pride and joy, Cap Universe Farm. It's located in Stardew Valley.
On the southern coast, it's the perfect place to start your new life. This was my most precious gift of all. And now it's yours. I know you'll honor the family name, my boy. Good luck. Love, Grandpa. P.S. If Lewis is still alive, say hi to the old guy for me, will you? En hoe kom ik eruit? Kruisen? Ja. Oké, dus we hebben een contract voor een boerderij gekregen in Stardew Valley. En we gaan nu op reis. Ons leven veranderen. De werksfeer was te zwaar voor ons. En we gaan lekker op de boerderij beginnen. Ik vind de setup al geweldig. Autootjes. Grappig, wat een uitgebreide intro. Is dit dan meer een story-based game nog? Langzamerhand, wat vet. Dus het is volgens mij een beetje farming. En dus inderdaad een huisje bouwen, een plekje bouwen voor jezelf. En tegelijkertijd zit er nog een verhaal achter. Kun je mensen ontmoeten, quest doen misschien? Ik weet niet. Ik ga het allemaal ontdekken. Ik heb expres geen research gedaan, dat doe ik altijd. Als ik een spel wil spelen, dan wil ik het zelf ontdekken. Hallo! Oh, dit is gewoon Robin van de Geweldige Kaas. Hallo, you must be Tim. Maar dan in vrouwelijke vorm. I'm Robin, the local carpenter. Mary Lewis sent me here to fetch you and show you the way to your new home. He's there right now, tidying things up for your arrival. The farm's right over here. If you'll follow me. Ik kan nog niet lopen, maar we zullen er wel achter gaan. Ik vind de stijl al great. I love it. This is Gap Universe Farm. Oké, dus dit is ons boerderijtje. Wow! Het is een rotzooi zeker. Ja. What's the matter? Sure, it's a bit overgrown, but there's some good soil underneath that mess. With a little dedication, you'll have it cleaned up in no time. Oh, fuck. Ik wist niet dat farm life het harde werk was, goddammit. Maar oké. And here we are, your new home. Oh, wie is dat nou weer? Ah, het is Lewis. Ah, daar kunnen we hoi tegen zeggen. Oh, de new farmer. Hallo. 2 uur later naar flink in elkaars ogen staren. Oh ja, welkom. Ik ben Lewis. Mayor of Pelican Town. You know, everyone's been asking about you. It's not every day that someone new moves in. It's quite a big deal. Nou, wat leuk. So, you're moving into your grandfather's old cottage, eh? It's a good house. Very rustic. Het ziet er goed uit. Rustic, that's one way to put it. Oh, Robin, you, fuck you. Christy might be a little more apt, though. Rude? Oh, oh, you didn't? Uh-oh. Don't listen to her, Tim. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house upgrades. Ah, dus dat is haar ding. Oh, ja, slimme meid. En ook nog mooi, dus dan hebben we een probleem natuurlijk. Slim business model. You must be tired from a long journey. You should get some rest. Tomorrow you ought to explore the town a bit and introduce yourself. The townspeople would appreciate that. Okay, cool. Oh, I almost forgot. If you have anything to sell, just place it in this box here. I'll come by during the night to collect it. Well, good luck. Okay. Dus daar zijn we dan in Stardew Valley. We hebben onze farm gekregen, Gap Universe Farm. En we gaan op ontdekking. Wat valt er allemaal te beleven? Dit is ons huis. We kunnen hier bewegen. Oké. Oké, ons huisje. We hebben een vuurtje. We kunnen hier zo dus slaan met wat we activeren. Dit is een hoe, een axe. We hebben een pickaxe. En een site voor het kutten van grass. En een watering can. En we hebben hier een cadeautje. Oh, die willen we eigenlijk terugzetten. Oké, dus we kunnen ook bouwen in dit spel. We kunnen ook shit kopen. Dus dit had ik precies verwacht. Er is dus een kans op customization van je huis. En op heel veel meer. Dus oké, laten we kijken wat er in dit cadeautje zit. Ah! Niet? Moet ik hem hiermee openslaan? Oké. Hoe krijg ik hem open dan?
ingedrukt houden misschien. Oh, rechtermuisknop. Oh, we hebben wat zaadjes gekregen voor het planten van een klein farmpje. Here's a little something to get you started. Helemaal goed. Dus, ons huisje, Stardew Valley. Hier hebben we getting started. If you want to become a farmer, you have to start with the basics. Use your hoe and till the soil. Then use a seed packet on the tilled soil to sow a crop. Water every day until the crop is ready to harvest. Introduction. It would be a nice gesture to introduce yourself around the town. Some people might be anxious to meet a new farmer. Dus we kunnen al een beetje gaan farmen als we willen. Dat is best moeilijk nog om goed te controleren. Boompjes omhakken. Laten we gewoon een klein plekje maken alvast. Voor, ja, hoe heet het? Zo. Kijk, we hebben wat ruimte. Zullen we al een klein beetje farm kunnen beginnen? Oh, niet? Nou. En dan hakken we dit nog om. Dan hebben we een klein mooi plekje om te beginnen. Zo. Site nog even zo. Helemaal goed. Oh, dat is de verkeerde tool. Dit is natuurlijk ook wennen voor mij, hè. Oké, hebben we een beetje ruimte hier. Waarschijnlijk valt er nog veel meer te doen. Wat is dit nou weer? Oh, dat is voor een huisdier waarschijnlijk. Nou, we kunnen nog niet overal naartoe zo te zien. Hier is ook wat. We kunnen echt ook op ontdekking gaan dus. Met wat hier allemaal is. Ik ben benieuwd of we nu richting de stad gaan. Of nog iets wat van ons is. Wat doen we allemaal, joh? Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Maar kijk eens aan. Hier woont iemand. Even aankloppen. Aankloppen. Er is niemand thuis, denk ik. Echte muisknop? Oh. Ah, kijk eens aan. Wie we daar hebben. What can I do for you? Oké, we kunnen alleen shoppen hier. Oh, ik kan dingen verkopen. Oké. Wat dingetjes verkocht aan haar. Dit is haar laboratorium. Hallo. Oh, aren't you the one who just moved in? Meru. I'm Meru. I've been looking forward to meeting you. Yeah! Hoi. Nu kunnen we in haar kamer kijken. You're not good enough friends with Meru to enter her bathroom. Wait, what? Wait, what? Er is een mogelijkheid om goed genoeg mijn vriend te worden. Meru, come here. Is dit Sims? You know, with a small town like this, a new face can really alter community dynamics. It's exciting. Word mijn vriend! Oké, nou ja. Oh, wat cool. Dus je kunt toegang krijgen tot... Oh, wat vet. Oké, nou leuk. Wie is dit? Hallo. Dimitris. 0 van 10 hartjes. Oké, dus zo kun je vrienden worden met iemand. En dan kun je in hun kamer komen en waarschijnlijk krijg je dan toegang tot bepaalde dingen. Greetings, I'm Dimitris, local scientist and father. Thanks for introducing yourself. Geen probleem, meid. I'm studying the local plants and animals from my home laboratory. Zijn we al vrienden? Nee. Wees mijn vriend. Have you met my daughter, Maru? She's interested to meet you. Ja, ik heb haar ontmoet. Ik ga even in jullie koelkast kijken. Lots of soda. Cool. Cool stuff, bro. Dus als ik nu kijk bij introduction, heb ik al 4 mensen ontmoet van de 28. Shift is voor sluipen, zo te zien, en niet voor rennen. Interesting. Oké, nou, dus we hebben 3 mensen ontmoet. Wacht, er was nog een kelder volgens mij. Even kijken hoor. Ja, precies. Ja, kijk eens aan. Hier zit Emo. You're not good enough friend with Sebastian. Zo te zien is hij een nachtmens, dus in de avond kunnen we waarschijnlijk hem ergens tegenkomen. En zo zullen we merken waarschijnlijk dat iedereen een eigen ritueel heeft en een eigen tijd en valt er genoeg te ontdekken in dit dorp. Like the amount of content, dat is best wel groot, werd al gezegd, dus dat is erg cool.
picknicktafeltje. Oh, wat een stijl, joh, heeft dit spel. Kijken wie hier woont. Wat is dit? Weet ik niet. Oh, kijk eens aan. Oeh, dit ziet er niet goed uit. It's locked. Huh. Huh. Ha. Oh. De stad ziet er best wel chaotisch uit. Of ben ik de enige die zich zo voelt? Ik hoor een deur. Oh ja, kijk eens aan. Hallo. It's a pleasure to meet you. I'm Harvey, the local doctor. Oké. I perform regular checkups and medical procedures for all the residents in Pelican Town. It's rewarding work. Oké. Wie ben jij dan? Marnie. Ah, Mayor Lewis told me you just arrived. I'm Marnie. Marnie! Marnie! Sorry. Star Drop Saloon. Kijk eens aan. In de avond zal het hier wel druk zijn als we mensen willen ontmoeten. Dus waarschijnlijk komen we hier wat later terug. Nee. Hij wil niet uitgebreid praten of zo. Hallo? Ik ben hier wel naar binnen, dus dat is wel interessant. You're not good enough friends with Gus. Dus dat is Gus waarschijnlijk daar beneden. Of iemand die hier altijd woont. Ondertussen is het al middag. We hebben een paar mensen ontmoet. Ik stel voor dat we wat plantjes gaan plaatsen. Oeh, dog. Ik zie het. What a mess. Oké, ik kom hier later terug. Oh, ik wil even die oma nog spreken. Hallo, oma. Why, hello, and welcome to our little community, dear. You can call me Granny if you like. Oma! Oeh, vlindertje. Ah! Oh, kan niet. Oké, nu moet ik weer de weg terug naar huis vinden. Dat is mogelijk een probleem. Ik ben verdwaald. Oh, hier was ze omhoog, volgens mij. Zou ook hier naar links kunnen? Waarschijnlijk wel. Oeh. Wat staat hierop? Busstop Pelican Town. Oh, dus hier was de bus. Als we willen reizen. De bus to Kokio Desert is out of service. Oh shit, we kunnen dus ook nog naar een andere plek toe. Oké, nou helemaal goed. Laten we wat farming live gaan doen. En dat is ook belangrijk natuurlijk. Dus wat we pakken is onze hoe. Toch? Dit is de hoe. Zo. Oeps, dat was niet de bedoeling. Zo. En dan die nog. Oké, dan planten we onze plantjes, denk ik. Toch? Oh, ik moet er wat dichterbij staan. En dan geven we het wat water. Ik ben exhausted. Even doorzetten, Mietje. Kom op. Maar je plantjes hebben wel... Moeten we eten maken of zo dan? Kom op, je bent er bijna. Shit, het is echt ook... We moeten voor onszelf zorgen. Hopelijk heb ik nog wat eten of zo dan. We gaan niet slapen nog. Het is veel te vroeg daarvoor. Volgens mij hebben we geen eten. Shit. Het is 4 uur, man. Je kunt echt nog niet slapen, man. Dat is echt veel te vroeg, gewoon. We hebben iets in ons inventory misschien. Mate, daar drukte ik gewoon niet op. Ah, oh, shit. Wel, misschien moeten we dan toch maar een dutje doen. Ja, dat is ook echt wat ik wou. Volgens mij heb ik per ongeluk een schilderij. Weggehaald, inderdaad. Maar kijken of we kunnen slapen. Yes. Zo. Your progress has been saved. Oké, goedemorgen allemaal. Nieuwe dag. Oeh, we hebben mail. En onze plantjes doen het ook goed. Hello there.
Just got back from a fishing trip. You should come down to the beach sometimes. I've got something fun for you. Cool. Dus Willy heeft ons uitgenodigd om te gaan vissen met hem. Nou, onze plantjes staan er goed bij, zou het zien. Even weer wat water geven elke dag, hè. Waarschijnlijk komen er makkelijkere manieren ook om dit gewoon goed te doen. Maar voor nu hebben we onze mooie plantjes hier. Gaat het lekker. Ik moet echt een manier vinden om energie te krijgen. Dus we gaan denk ik zo even naar de Stardew, hoe heet het? Water is gegeven. We willen niks verkopen op het moment. Laten we naar het dorp gaan en wat eten fixen. Oh, wat is dat nou weer? Was dat een vogeltje? Get out of there. Ik zag je wel, vogel. En we moeten onze waterkan even hervullen aan een soort well of zo. Of aan de fontein. We hebben meer water nodig. Simpel. Oh, hier woont iemand. Kijk eens aan. Dan gaan we even wat mensjes ontmoeten. Het is weer een nieuwe dag. Zo, it's locked. Open 9 to 8. Oké, dus die gaat wat later open. Oké, dus in de ochtend een paar, twee uurtjes is alles gewoon dicht natuurlijk. Zijn dit graven, serieus? Our beloved Mona. Upon Dangu to put some snaus hano a today. Nadu shmelvu lo nasul gen hut aloitol. Ik denk dat het een soort boers is. En dan Engels. En leert me snacken. Merken neukend. Gert neukend. Denk ik. Dat zou mijn gok zijn. Mate, I need food. Waarom is er niemand wakker? Ben ik de enige die wakker is zo vroeg? Nou ja, zeg. De dokter. Oh, wat staat hierop? Oh, spelcrash. There you go. Oh. Oké. Oh, dus als we vrienden willen worden met mensen, moeten we wel goed op verjaardagen letten. Het Egg Festival, de 13e. En de Flower Dance op de 24e. Oh, wat leuk. Er is ook dus gewoon echt een schedule voor de maand. Cool. Dus over 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagen moeten we... Nou, 5 dagen moeten we genoeg geld hebben om voor meneer... Een verjaardagscadeautje te hebben. Kijken of dat kan lukken. Dat lijkt me wel leuk natuurlijk. Ah, kijk eens aan. Goedemorgen. What do you want? Go away. Wow, Shane. Dickface. Jij wordt onze enemy zeker, hè? Klootzakje. Hier, water over je gezicht. Kom met me, ja? Waar ga je naartoe? Ik vervolg Shane. Ja, wat gaan we doen, hè? Kom dan, hè? Oh. Hallo. Have you met my mother? She's the town carpenter. Nee, goed uitzeg. Waar gaan we naartoe, Shane? Hé, kom dan. Shane! Oh. Ik wilde niet praten, ontwijkt hij me wel. De yo-yo-mart. Ah, kijk, we kunnen eten kopen. Laten we ons even voorstellen. Welcome to Jojo Mart. How are you doing today? I don't believe we've met. I'm Morris, Jojo customer satisfaction representative. When you decide you want to become a Jojo member, I'll be delighted to help make your transition Jojo's splendid. Okay. Even met haar praten. Oh, je kunt allemaal zaadjes kopen. Wat coole dingetjes voor ons huis. Wat wij willen is eten, denk ik. Plus health. We hebben ook beter eten dan cola. Kom op, zeg. Oeps. Nou. Shane's hard at work. He doesn't seem interested in talking. Oh, Shane werkt in de... Gemeen doen de hele tijd. Cocoa zeppelings. Protein powder. Bananas. Fresh and cheap. Oké, nou ja. Dus goed, zijn we weer al nieuwe mensen. Oh, to the beach.
Voor 5 p.m. moet ik even... Oh, moet dat vandaag? Oh, dan gaan we wel naar het strand nog. Snel. Maar ik denk dat we dat dan in de volgende aflevering doen. Dankjewel voor het kijken. Als je het leuk vindt, deze serie, like alsjeblieft de video. Deel het met je buddies, je vriendjes, met je hondje, met je katje, met je moeder. En misschien je papa, wie weet. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!